Hallo allemaal, welkom bij weer een leuke nieuwe kookvlog. De lang verwachte lasagne vlog. Ik zeg lang verwacht omdat wij wel een hele speciale kennisfan uit Tilburg hebben die vroeger bij mij de lasagne kwam halen en altijd heeft gevraagd naar het recept. Nu zijn we gaan kookvloggen en te vragen, vroeg ze elke keer als ze het verzoek om de lasagne te doen. Elke keer toegekomen, lang verhaal, kort, ik ga hem nu maken. Het lijkt een heel verhaal, het zijn een aantal stappen die je moet doen. Uiteindelijk valt het reuze mee. Dus we gaan het gewoon stap voor stap doen. Ik ben niet zo goed in verhoudingen en zo, maar ik ga het zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Zodat jij thuis ook gewoon de meest fantastische, heerlijke Siciliaanse lasagne kan maken. Stap 1 is natuurlijk de boodschappen halen. Wat hebben we in huis gehaald? We hebben uitjes, een knoflookje. We hebben soepgroenten, bloem, dat komt zo meteen voorbij, de bechamel. We hebben wat kruiden, peterselie, kaneelpoeder en een Italiaanse kruidenmix. Runder gehakt, nou, we hebben in dit geval half om half. Bouillonblokjes lekker. De melk natuurlijk voor de bechamel, want we halen niks uit het pakje, we gaan het vers maken. Lasagnebladen, suiker, gepelde tomaten, een lekker arsenaal aan verschillende kazen. En heerlijk bewuste bakboter. Nou, stap 1 is eigenlijk heel simpel. Je hebt de groenten, wortel, ui, prei, selderij. In dit geval zit er bloemkool bij. Helemaal niet erg, hartstikke lekker. Voor een beetje de variatie. En de uitjes die heb ik apart. Dus die gaan we snipperen samen met de knoflook. En dan gooien we het zo meteen in de pan. Alles is gesneden. Pannetje hoog vuur. Lekker flink wat boter erin. Want het moet natuurlijk wel lekker bakken. Wacht even tot dat gesmolten is. En dan gooien we de groenten erin. Daarna het gehakt. En als laatste de pomodori pelati. Die is lekker heet. Dus we gaan de groenten erbij doen. De uitjes. Zoals je ziet hebben de groenten lekker kleurtje gekregen. Ze zijn goed te bakken. Na een kleine 10 minuten gooien we het vlees erbij. Zonder het velletje natuurlijk. En met een handige stamper. Gaan we het vlees lekker rillen. Zo, niet constant. Geef het ook even de tijd om te bakken. Gewoon eventjes rillen en dan even laten staan. En dan weer verder gaan met rillen. Totdat het vlees ook mooi gaar is. Die gaan we zo meteen nog eventjes fijn malen met staafmixen. Hier, zoals je ziet, hebben we de 3 blikjes hierin gedaan. En elk blikje heb ik nog even gevuld met voor de helft met water. Zodat de saus zo meteen nog wat vocht heeft om in te koken. Die hebben we klaar. Dan ga je de tomatensaus erbij doen. De tomatensaus gaat erbij. Het vuur inmiddels lager gezet. De blikjes tomaten met water. Kunnen we eventjes ook om het blikje zelf even wat schoon te spoelen. Zodat het niet gaat stinken en zo. En dat water doen we er gewoon bij. Zo, de saus is lekker trippelen. Wat gaan we er nu dus allemaal in doen om de saus op smaak te brengen? Dat is natuurlijk wel key voor de hele lasagne. Als eerste heb ik, zou je het goed kunnen zien, 4 bouillonblokjes. Lijkt misschien een beetje veel, maar ik gebruik geen zout. Dus alleen de bouillonblokjes geven deze smaak, maar ook het zout. Dus daar de zout op. Maar deze niet, want dit zijn pikante kruiden. Ik kreeg aan. Een klein beetje pikante kruiden. Niet te veel ook. Ik heb hier. Dat is allemaal nodig met mijn hand. Suiker. 2 schepjes. Dan kun je daarna altijd nog proeven of dat het voldoende is. Peterselie. Ook gedroogde peterselie.
helemaal goed. De zwarte peper. En dan nu. Geheim van de smid. Mijn moeder vermoordt me. Hey. Kaneelpoeder. Niet te veel. Een heel klein beetje. Echt maar een slufje. Deze hele toolie. 1,5 tot 2 uur op laten staan. Laag vuur. Lekker laten pruttelen. Tussendoor even goed proeven. Want je kunt er altijd nog wat bij gooien. Het is altijd lastiger om een smaak weer uit te halen. Zoals zout of peper. Dus gewoon even lekker laten pruttelen. Om de zoveel tijd even roeren. En natuurlijk proeven. Dus voor zover is dat de basissaus. Zoals eigenlijk de meesten een bolognese noemen. Maar in het Italiaans is het gewoon een ragout. Voor de lasagne hebben we natuurlijk een bechamel saus nodig. Waar heel veel mensen die uit het pakje halen, maak ik die gewoon zelf. Het vergt iets meer tijd, maar het is echt vele malen lekkerder. Wat hebben we nodig voor de bechamel? Nou, melk natuurlijk. Die gaan we een beetje kruiden, met wat Italiaanse kruiden en wederom een bouillonblokje. En roux, om dus de bechamel te binden. En roux is eigenlijk gewoon boter met bloem. De verhoudingen daarvan is eigenlijk 1:1. Dus heb je 100 gram bloem, zet je daar 100 gram boter tegenover. Deze boter moet zijn gesmolten of gewoon vloeibare bakboter. Dat kan dus ook. Dus ik ga hem even voordoen. Ja, ik zeg altijd, als je het weet is het allemaal heel makkelijk. Dat is het zo, maar het zijn maar heel weinig stappen. Dus bloem, of zo, boter en bloem. Met een garde, een beetje roeren. Totdat je uiteindelijk deze een beetje kleiachtige substantie hebt, dan heb je een goede roux. Ik heb nu inmiddels de melk op staan. Laag vuurtje. Ik adviseer je om daarvan echt niet weg te lopen. Want als melk eenmaal gaat koken, dan kookt hij eroverheen. En dan krijg je een grote bende. Ja, de melk, een beetje Italiaanse kruiden. En een beetje peper. En een bouillonblokje, maar die zit er inmiddels al in. Even laten koken. Op het moment dat het gaat koken, de roux erbij. En dan nog een minuut of twee eventjes door laten koken, zodat het een beetje een papperige dikte krijgt. Zo, nou, de melk is inmiddels bijna aan de kook. Altijd gedurende dat je de melk aan de kook brengt, met de garde over de bodem blijven gaan, want melk bakt nogal makkelijk aan. Dus dan krijg je zo'n aangekoekt laagje aan de onderkant en dat kan dan weer gaan verbranden en dat is niet lekker voor je bechamel. Dus als die bijna kookt, halen we de roux erbij en dan pakken we een lekkere mop van die roux en die gooien we er gewoon bij. Zo, helemaal erin. Nog een klein beetje. Een beetje erbij. En dan gewoon blijven roeren. Dan zul je zien dat de roux lekker oplost. Dat de melk dikker wordt. En steeds meer op een beetje melksausje gaat lijken. Even door laten koken. Als je denkt van hij mag wel dikker, doe je er wat roux bij. Als je denkt van hij wordt te dik, dan doe je er een beetje melk bij. Maar als je dat een paar keer gedaan hebt, dan krijg je het wel onder de knie. Zo. De bechamel is heerlijk ingedikt. Hij is onwijs smeuig. Super lekker. Precies goed. Zo. De saus heb ik eventjes een dekseltje opgezet. De saus ziet er ook prima uit.
En ik denk dat het bijna klaar is. Dus dan kunnen we de schaal met lasagne gaan vullen. Toppie. Baby. Heel eventjes de saus proeven voor mij alsjeblieft. Oké, omdat het moet. Wel goed blazen, hè? Ja, ja, met die looie pijp van je. Lekker. Mooi? Ja. Lekker. Nou. Dit is de vrouw. Dan gaan we lasagne lekker maken, bouwen. Hij is helemaal goed gekut door René. Dus we gaan de lasagne maken. We doen. Een beetje saus erin. Goed verdelen. Dan gaan er wat lasagneblaadjes. Zo. Dan weer een beetje saus. Dit keer iets minder. En lekker wat kaas. En naar de kaas. En naar de pasta. Hij is een beetje kruislinks leggen natuurlijk. Deze gaan we wat breek. Dat is laag 2. Ondertussen lekker geknoeid. Maar dat hoort erbij. Wat het leuk is, dat hoort erbij. Nou, een beetje smel erop. Lekker. Goed laagje. Kun je dan een beetje delen zo. En een stukje pasta. En dan gaat er weer pasta op. En weer saus, en weer pasta, en weer de saus. Naar het laatste laag kaas. Weer wat bechamel saus, of wat bolognese saus. Laatste laag pasta. Zo, de allerlaatste laag. Een beetje saus, een beetje bolognese. En natuurlijk een mooie laag kaas. Nou ja, de kaas is maar net hoe gek jij bent op kaas. Van mij mag je er gewoon een aantal centimeter bovenop gooien. Ook gewoon verse mozzarella gebruiken, die is wel wat natter. Je kan oude kaas gebruiken, je kan een schimmelkaas eventueel gebruiken. Een beetje gekke variaties. Je kan ook wat andere groenten erin doen, wat jij wil. Zo is helemaal klaar. De oven hebben we al voorverwarmd. 180 graden. Zo. In de oven. Een half uurtje in de oven, dan gaan we nog even kijken. En dan zal die denk ik klaar zijn. Heb er zin in. Lekker smullen. Heerlijk. Ruikt ook zo lekker, hè? Zo hoort hij dus te zijn. Oven kan uit. Lekker smeuïg. Lekker krokant. Dit ruikt zo lekker. Mm.
Buon appetito. Dat is hem dus. De lekkere verse lasagne. Niks uit het pakje. Alles zelf gemaakt. Jij kunt het nu ook. Ik zou het heel erg leuk vinden als je jouw resultaat of op onze Instagram of op YouTube laat zien. Op ons kanaal. Gewoon als een linkje eronder. Ik ben ontzettend benieuwd. Ik sta mijn winkels te verbranden, maar dat maakt niet uit. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Smakelijk eten. En niet te veel eten. Dan krijg je buikpijn. Ciao, 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 ciao.